Welkom allemaal in Piratenland. We staan hier bij mijn grote piratenhotel. En zo te zien hebben de boselfjes die hier een kamer huren niet alleen een camera geplaatst, maar nu ook een soort van kooi boven hun huis hebben gehangen. Ik heb natuurlijk een paar video's geleden ingebroken in hun hotelkamer. Nee, dat meen je. Ik wou de camera blokkeren. Zo. Geblokkeerd. Dit is mijn blokkade die ik maak. Zo, hoppakee. We hebben de camera ingebouwd, jongens, op deze manier. Hele slechte manier om een camera in te bouwen. Maar de camera is ingebouwd, officieel. Zo, hoppakee. Oh mijn god, een geheime kelder met computers zo te zien? Computerschermen? Oh mijn god. Zit hier nog iets? Nee. Hier houden ze blijkbaar alles in de gaten, jongens. Toen destijds hadden ze natuurlijk alleen een camera. Maar nu hebben ze ook een kooi geplaatst voor degene die waarschijnlijk nog een keer in wil breken. Ik was het natuurlijk vorige keer. Maar ik denk dat ze niet graag willen dat er nog een keer iemand in zal breken. Dus ik ga er ook absoluut niet onder staan. Want dan valt die kooi waarschijnlijk naar beneden en dan zit je opgesloten. Dat gaan we dus mooi niet doen. Maar ik weet wel in ieder geval dat ze extra beveiliging hebben tegenwoordig. Niet alleen dat. Ik liep hier even bij mijn paarden. Ik ging ze even eten geven. En toen viel mij op dat hier nog een camera hangt. Die boselfjes zijn gewoon overal camera's aan het plaatsen. Zodat ik overal in de gaten kan worden gehouden. Helemaal niet heel leuk, moet ik zeggen. Maar gelukkig heb ik een idee en weet ik wat ik hier tegen ga doen. Ik ben de enige naast de boselfjes die hier heel vaak rondloopt. Dus het is heel makkelijk om mij in de gaten te houden. Dus ik dacht, wat nou als ik mijn piratenland even vul met wat piraten hier en daar. En gewoon mensen die rondlopen en dorpelingen en weet ik wat. Allemaal. En dan denk je aan villagers. Dat snap ik, maar het zijn geen villagers. Ik heb hier een prachtige armor stand en ik heb magische boekjes. En met die magische boekjes, jongens, kan ik, zoals je hier ziet, kan ik gewoon mensjes maken die hier staan en gewoon eigenlijk de dorp hier een beetje opvullen. Ik heb heel wat hoofden inmiddels kunnen regelen via wandering traders. Vervolgens vermoord ik de wandering traders, waardoor ik die hoofden ook nog krijg. Vervolgens geef ik ze wat kleding, zoals bij deze man hier heb ik een klokje in zijn hand gedaan, omdat hij hier bij de vertrek tijd van de boot staat te wachten op de boot. Dus ik dacht, als ik nou deze armor stands even door heel mijn piratenland plaats, ze kleding geef en een leuk gezichtje, dan is het voor de DBE toch een stuk moeilijker om mij te spotten, omdat er zoveel mensen overal staan. En het ziet er gewoon ook heel leuk uit. Het voegt een beetje gezelligheid toe. Het ding nu is, kijk, ik kan het wel bijvoorbeeld, hier kan ik er eentje plaatsen zo. En dan kan ik hem een hoofdje geven. Laten we even zeggen, wandering trader geef ik hem zo. En we geven hem een leuke positie zoals dit, dat hij nu bijvoorbeeld naar de rots wijst. Het enige wat ik dan nog nodig heb is kleding. Maar ik kom heel veel leer tekort. Dus ik geef hem mijn paardenslag. Nee, we gaan niet mijn paardenslag. We gaan mijn paard pakken. En dan wil ik heel even naar de winkelvallei toe rennen. Want in de winkelvallei kan je volgens mij bij de Iron Golem winkel van meneer KB, daar kan ik volgens mij leer kopen. Dus laten we heel even kijken of dat ook zo is. Volgens mij, als ik me kon herinneren, kan je er echt leer kopen. En dat was volgens mij op de bovenverdieping, zover ik me kon herinneren. Ja! 1, 2, 3, 4, 5. Dat is, als het goed is, 5 stack diamonds. Nou, laten we meer kopen. 6, 7, 8, 19, 11. Dan ligt volgens mij beneden een ender chest. Pakken we daar even 11 diamonds uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Want van dat leer, jongens, kan ik natuurlijk weer armor. Of ja, armor maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Hoppakee. Want ze moeten wel kleding hebben natuurlijk, hè, die poppetjes. Nou, in mijn basis heb ik volgens mij nog genoeg dye om het ook leuke kleurtjes te geven. Jongens, zo te zien is de DBE begonnen met de inrichting van de bovenste verdieping. En een paar video's geleden was het natuurlijk nog leeg. Toen kreeg ik een rondleiding. Maar het lijkt wel alsof ze inderdaad zijn begonnen met de kantoren en zo. En misschien laboratoriums en zo. Of laboratoria is het volgens mij. Ik ben heel benieuwd wat de DBE allemaal van plan is. Er zijn in ieder geval heel wat camera's verschenen bij mijn basis. En een grote valstrik waar ik niet in gevallen. Zetten we Benno weer op zijn plekje. Dan heb ik een crafting table bij me, waardoor ik kan maken een aantal schoenen, een aantal broekies. Het ding is, deze stekken niet, dus daar moet ik wel rekening mee houden. En een aantal chestplates, zo. Doe ik even mijn eigen armor aan, zodat ik meer ruimte heb. Maar kijk, nu kan ik hem zo pong, pong, pong. En dan is het gewoon een mannetje. Het ding is, deze heeft wel blauwe armor nodig, zo te zien. Dus laten we even kijken of we een beetje blauw... We hebben cyan dye, dat is goed. Dat is perfect. Dan gaan we ze een beetje gekleurde armor geven. Ik denk dat groen, bruin en blauw en misschien zelfs rood een beetje de leuke armor kleurtjes zijn om te geven aan deze mannetjes die ik overal neergezet heb. En ik denk dat ik er ook een paar op mijn schip wil hebben. Hier, laten we even kijken wat voor kleur wij kunnen geven aan die pakjes, zo. Groen is leuk. Laten we een groene outfit maken. Wacht, ik ga dit even met shulkerbox doen, want ik heb veel te weinig ruimte. Ik ga gewoon hierin mijn outfitjes maken. Gewoon helemaal ready to go, zodat ik ze zo meteen gelijk overal kan plaatsen. A few moments later.
Goed jongens, we zijn heel even verder. En ik heb inmiddels overal een pakje kunnen toevoegen. Het enige is, ze hebben nog geen kleur. Dus dat gaan we nu gelijk even doen. En ik heb denk ik wel veel variaties. Alleen sommige kleuren zoals paars twijfel ik al van. Waarom zou ik een compleet paars outfitje geven? Maar bijvoorbeeld deze heeft roze haar. Dus een magenta outfit daarbij is al goed. Maar deze heeft een paarse capuchon op. Dus dan is een paarse outfit weer heel leuk. Oh, deze heeft twee. Deze klopt niet. Ik kom één outfit tekort. Ik kom zo te zien één outfitje tekort. Hier, laten we nog even kijken. Ik heb nog genoeg leer over. Al moet ik zeggen, het is wel bijna op mijn leer. Maar dat maakt allemaal natuurlijk niet zo heel veel uit. Kijk, nu hebben we genoeg outfits. Zo. Kijk, en dan wil ik ze kleurtjes geven zoals dit weer. Heb ik roze? Ik heb hier pink pallets. Daar kan ik volgens mij... Petals, sorry. Daar kan ik pink dye van maken. Hier, kijk. Een roze outfitje. Dat roze outfitje past perfect bij haar. Ja, oh, dat is perfect, jongens. Dit gaat heel leuk zijn. Geel past bij hem. Even kijken of geel bij hem past. Hij heeft namelijk een beetje een geel kapseltje. Al moet ik zeggen, bij hem past gewoon elke kleur natuurlijk. Zoals hier, kunnen we ook oranje doen. Een oranje outfit past ook bij jou, jongen. Een oranje outfit past helemaal perfect bij jou. Ik denk dat ik bij jou dan... Misschien een paars shirt, blauwe broek, bruine schoenen. Dus de schoenen houden we. Misschien gewoon een beetje een normale outfit. Paars shirt, blauwe broek. En dan gewoon de schoenen in die kleur. Ik weet niet of dat er mooi uit gaat zien. Maar we kunnen het altijd proberen. Nou, op deze manier, jongens, ga ik even een beetje klooien met elke outfit die hier zit. En dan zie ik jullie wel als het er klaar is. A few moments later. Goed jongens, daar zijn we weer. En ik heb iedereen een gekleurde outfit gegeven. Ik heb op een gegeven moment ben ik gewoon met kleuren gaan combineren en... hele kleurvolle outfits gaan maken voor ze. En nu is de bedoeling dat ik al deze mannetjes en vrouwtjes die in deze kist hier zitten ga verspreiden over mijn basis. En ik denk dat Piratenland niet alleen veiliger gaat zijn voor al die camera's, maar ook gelijk een stuk gezelliger. Dus laten we beginnen hier op mijn schip. Ik wil, op mijn schip wil ik jou hebben. Even kijken. Hier. Ik ga gewoon eerst heel simpel beginnen met ze gewoon neerzetten. En dan zal ik ze daarna leuke posities geven met dat magische boekje. Ik wil er eentje hier hebben. En dan wil ik er nog een stuurman hier achter de boot hebben. Zo. Wie gaat er sturen? Even kijken. Ik vind jou wel een goede stuurman. Zo, hoppakee. Dan gaan we nu het magische boekje even gebruiken. Goed, we hebben ze allemaal een leuke houding gegeven. Deze hier staat gewoon te staan. Misschien is hij zelfs een beetje aan het lopen. Deze hier is aan het wijzen naar de bel. En die kijkt naar de bel. En misschien zelfs naar het kasteeltje dat ik daarboven heb staan. Een beetje de ruïne. Die is gewoon van, wow, er staat gewoon een ouderwets kasteel. En de man hier of de vrouw achter het stuur heeft de handjes gewoon recht vooruit. Omdat ze natuurlijk met het stuur bezig is. Kijk nou wat een leven dit alleen al geeft op mijn... Op mijn schip hier, jongens. Dit is toch geweldig? Dit alleen hier is toch al echt gewoon heel leuk. Het ding is, je kan ook nog dingen aan ze geven die ze in hun handen hebben. Bijvoorbeeld, ik geef deze hier. Kan ik gewoon een red dye geven. Kijk, zo, hoppakee. Deze heeft gewoon red dye in zijn handen. Ik weet niet waarom, maar ja, dat, dat vindt hij leuk. Op die manier kan je van alles en nog wat in mensen hun handen stoppen. Oké, dan hebben we dat daar gehad. Dan wil ik eigenlijk hier ook iemand hebben. Hier plaatsen we jou gewoon zo, kijk. Hop, hop, hop. En dan de schoentjes erbij. En wat ben jij aan het doen? Deze kijkt een beetje verdrietig, jongens. Ik vind dit wel gewoon... Het is een beetje zielig of zo. Zijn liefdesverhaal. Ze wachten hier op de piratenvriend, maar die is nooit gekomen. Hoe sneu is dat? Dus ze staat hier een beetje zielig naar de grond te kijken. Het komt allemaal wel goed. Geen zorgen. Hij komt vast wel. Dan wil ik hier iemand bij het kanon hebben. Zo. Zo, en die gaat het kanon voor een of andere reden afvuren. En die schiet waarschijnlijk op het verdrietige meisje daar. Dat is ook zielig. Ze staat daar zo vet verdrietig te zijn. En vervolgens ga jij een kanon op te richten. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, jongens, dit. Nou, weet je, jongens, laten we eventjes overal en nergens gewoon van dit soort mannetjes plaatsen. Die dingen aan het doen zijn, dingen in hun handen hebben en zo. Dan is Piratenland een stuk gezelliger.
jongens, daar zijn we weer. En ik ga jullie heel even kort alles laten zien wat ik heb gedaan. Ook al hebben jullie het natuurlijk in een soort van timelapse gezien. Toch wil ik even het verhaal erbij vertellen. Nou, we hebben deze man hier natuurlijk met kanon. Dat hebben jullie net nog gezien. Maar als je nu doorloopt hier, kom je hier bij de farmman uit. Of farmvrouw. Nou, volgens mij is het de farmman. Kom je uit en die is gewoon lekker aan het farmen. Spreekt voor zich natuurlijk. Hier beneden op het strand is het nu ook wat gezelliger. Deze man hier is aangespoelde goederen aan het verzamelen. Die is gewoon, die heeft hier een barrel gezien. Die denkt, hé, die is uit de zee gewoon aankomen spoelen. Die gaan wij even jatten. Deze vrouw hier is aan het wijzen naar iemand. Maar naar wie? Naar hem daar in dat kooitje. Dit is waarschijnlijk de vrouw van de man die is opgesloten. Deze man heeft waarschijnlijk iets gestolen. Die heeft poeders of kruiden gestolen. En dat mag natuurlijk niet in piratenland. Ik weet dat het een piratenwereld is. Maar als je toch betrapt wordt op stelen, dan kom je in een kooi terecht. En dit is waarschijnlijk zijn vrouw. Die is erg verdrietig. Die is aan het huilen omdat de man is opgesloten. Je kan hem vanaf hier vooral heel leuk zien door het gaatje daar precies. Hij is maar lekker erbij gaan zitten, weet je. Hij denkt, wat moet ik nou? Ik zit in de kooi, ik ga er gewoon bij zitten. Dan, als wij even doorlopen, dan komen we hier in het bibliotheekhuisje. Hier is een vrouw naar een bordje aan het wijzen. Harry de Piraat is nog steeds vermist. Dat klopt, Harry de Piraat uit aflevering 2 of 3 van deze serie is nog steeds vermist. Ik denk ook niet dat we hem ooit terug gaan vinden. Nou, dan hebben we hier gewoon iemand die aan het wandelen is. Die loopt hier doorheen. Dan lopen we door. Dan hebben we hier het persoon die nog steeds op de boot aan het wachten is. Alleen ik heb hem even een gekleurde outfit gegeven nu. Ze ziet het er wat leuker uit. Dan hier zijn twee gewoon lekker bij het kampvuur gezellig aan het zitten. Gewoon aan het genieten van het vuurtje. Bij de vlag en weet ik wat allemaal. Gewoon hun leven aan het leiden. Daar is iemand aan het wandelen naar het nieuwe gebied. Ik heb het nieuwe gebied bewust nog niet ingericht met al die poppetjes. Puur omdat daar de huizen ook nog niet zijn ingericht. Ik denk, zodra ik dat ga doen, dan ga ik ook de piraten toevoegen als het ware. Maar deze is vast onderweg. Deze gaat lekker die kant op wandelen. Dan komen we hier boven. Dan hebben we hier iemand die is met gewoon kisten bezig en zo. Dan bij het hotel zijn twee mensen bezig. Hier hebben we een wandering trader. Die is dingen aan het verkopen in zijn barrel. Hopelijk koopt iemand ooit een keer wat spullen van hem. Hier is iemand gewoon lekker aan het chillen. Gewoon leunt een beetje tegen de muur aan hier. Dan lopen we door. En dan is hier een moord gepleegd, jongens. Er is een moord gepleegd. Er is iemand gewoon letterlijk doormidden gezaagd. En die ligt hier. Ik heb een beetje bloed erbij geplaatst. Misschien een beetje luguber, maar we moeten de realiteit van Piratenland ook over kunnen laten komen. Als het is een leuke, gezellige plek. Je kan bij kampvuurtjes zitten, je kan gezellig met elkaar dingen doen. Maar als je niet oplet, word je gewoon vermoord en is het einde verhaal voor jou. Dus het spijt me, mevrouw. Maar je bent dood. Je bent vermoord. Oh, oké, dan lopen we door naar de stallen. En in de stallen is het hartstikke gezellig, jongens. Ik heb hier drie mensen geplaatst. Iemand is hier aan het zitten met een horse armor dingetje. Dan hier iemand is met een lead bezig. Die is aan het proberen waarschijnlijk om Benno te vangen. Maar doe voorzichtig met Benno, oké? Ja, het is een lief paard. En hier is iemand gewoon lekker aan het kijken. Waarschijnlijk naar wie hier zit. Stal 3 Brutus. Brute? Is niet Brutus. Brute Benno. Oh, Brute Benno! Ik denk, wie is Brute en dan Benno? Maar Brute Benno natuurlijk. Deze is aan het kijken naar wie in deze stal zit. Zie je, die kijkt naar stal 3 bordje. Brute Benno. Dat is volgens mij deze hier. Hier. Nou, hartstikke leuk, toch jongens? Oh ja, en hier buiten staat volgens mij nog eentje. Die staat, die wordt in de camera, door de camera in de gaten gehouden. Dus de wandering trader met een lead in zijn handen. Volgens mij heb ik dan wel iedereen gehad, jongens. Die ik zojuist heb geplaatst. Ik denk dat ik iedereen heb gehad. En ik moet zeggen, het voegt me een gezelligheid toe dat er gewoon overal mannetjes en poppetjes en piraten rondlopen en gewoon hun ding aan het doen zijn. Ik weet het niet, maar de sfeer daarvan vind ik zo ontzettend leuk. Dus laat nu even in de reacties weten als jullie ideeën hebben wat ik met deze nieuwe toevoeging aan de server kan doen. Want ik ben niet de enige die dit kan doen. Heel Content Veen die op deze server speelt, kan dit ook. Maar als jullie een leuk idee hebben wat ik allemaal nog meer moet doen. Ik denk dat, oh trouwens, ik heb een idee. Ik heb een idee. Die man daar, die moet nog iets in zijn handen hebben. Zij zijn daar bij het kampvuur niet zomaar aan het zitten. Heel even snel naar mijn honingfarm hier. Pakken wij 2 flesjes, of 5 flesjes, mag ook wat mij betreft. Een honingflesje, jongens, is namelijk het perfecte brouwseltje wat op drinken lijkt. Je kan ook een potion geven, maar honing is wat goedkoper. En het lijkt gewoon op ja, voor piraat, op bier of weet ik wat allemaal. Want het is oranje. Dat is gewoon een leuk drankje wat je aan mensen kan geven. Dus als we dat nou hier aan hem bijvoorbeeld een drankje zo geven en jou ook een drankje. Die zijn gewoon gezellig met z'n tweeën een drankje aan het doen. Nou, dit vind ik helemaal leuk. Wie wil er nog meer een drankje? Jongens, ik ga uitdelen. Ik ga uitdelen om te vieren dat Piratenland is uitgebreid met meer mensen. Kijk, die is aan het zitten hier. Deze is gewoon aan het chillen. Dus deze krijgt ook een drankje zo. Die is gewoon lekker aan het chillen met een drankje. En dan moet ik, oh, ik weet al precies waar. Ik weet al waar, jongens. We zijn al onderweg naar het schip. We zijn al onderweg naar het schip. Geen zorgen.
Geen zorgen. Hallo, zielige mevrouw die nog steeds... Ooit komt de vriend. Ooit komt de man, de vriend, die komt hier te staan. Ik weet het zeker. Ze is aan het wachten, maar het is geen eindeloze wacht. Komt helemaal goed. Maar ik heb nog 2 drankjes over, jongens. En ik vind deze hier, die moet gewoon geen rode dijn zijn. Oh, ik trek zijn broek... Oeh, ik trok zijn broek uit. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Ik trok zijn broek uit. Oké, zo. Nee! Hou je broek aan. Ik wil... Wat in je handen geven. Zo, hoppakee. Het shirt weer aan. En dan hoppakee. Jij hebt een drankje in je handen. En jij... Laten we hier nog 1 mannetje plaatsen ergens. Die gewoon echt helemaal ergens het bewijs van dronken aan het zitten is gewoon. Hier. Jij hier. Hoe zie je eruit? Heb ik nog goede... Die heb ik volgens mij al hier staan. Jij... Ja, ik moet oppassen met dubbele hoofden. Ik heb meerdere keer dezelfde persoon. Maar dat komt omdat ik... Ik moet gewoon meerdere wandering traders in de loop destijds tegenkomen, jongens. Jij. Jij gaat hier gewoon chillen zo. Hop, 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 hop. Pakken we het magische boekje. Daarmee laten we jou zitten. En dan geven we jou, hoppakee, een drankje. Nou, dat is toch leuk. Deze is gewoon lekker aan het chillen bij het anker hier. Hoe leuk is dat? Ik vind het echt geweldig, al die mensen hier gewoon. Ik weet dat ze niet echt zijn. Maar toch geeft het gewoon een gevoel van... Er zijn meerdere mensen hier in Piratenland. Kijk, ik weet dat de boselfjes hier vaak rondlopen. En dat andere mensen heel vaak op bezoek komen. Maar toch, nu is het altijd gewoon gezellig. Goed, laten we deze shulkerboxjes heel even tijdelijk in een kist hier plaatsen. Ik weet dat dit mijn shulkerboxen zijn waar de mensen mee chillen. En dan doen we dat magische boek doen we er ook bij. Daar heb ik heel even mijn spullen op. En dan, jongens, gaan we heel even naar het nieuwe gebied. De schiereilanden. Laten we heel even die kant op lopen. Daar staan natuurlijk nog niet de nieuwe piraten. Maar dat, zoals ik net al zei, dat gaan we doen zodra we daar ook inrichtingen gaan doen. Echt waar, als jij trouwens... Oh, ik weet nog 1 dingetje. Ik weet nog 1 dingetje. Nee, het zal wel goed zijn. Het is goed. Nee, ik weet 1 dingetje. Jij hoort absoluut een aansteker in je handen te hebben om dat ding aan te steken. Dat geeft gewoon een extra detailtje. Maar goed, laten we doorlopen. Goedemiddag, meneer de farmer. Goedemiddag, dames hier in het huis. De boot komt eraan, hoor, meneer. Geen zorgen. Hé, proost, hè. Gezellig. Ik zie je wel bij het nieuwe restaurant, oké? Ik praat tegen mensen, maar toch voelt het eenzaam. Goed, jongens, dames, heren. In de vorige video had ik mijn nieuwe restaurant / café daar gebouwd met het paarse dak. Alleen had ik jullie gevraagd om leuke namen. Nou heb ik er natuurlijk een aantal gehad. En ga ik er ook eentje kiezen die ik gekregen heb van een kijker. Dus laat ik hem heel even opzoeken. Oké, goed jongens. Ik heb 3 verschillende namen. Waarvan ik van mening ben dat ze heel leuk zijn. Dus heb ik van 3 verschillende comments in mijn vorige video. Dus 3 verschillende reacties. In mijn vorige video heb ik die eruit kunnen plukken. Ik zei in mijn vorige video ook van ik wil een naam voor dit café. Omdat er een anker aan de zijkant hangt. En aan de andere kant hangt ook nog een anker. Is het leuk om de naam iets met het anker te hebben, weet je. Want dat maakt het ook gewoon catchy. Dus de reacties die ik gekregen heb waarvan ik denk dat ze goed zijn. Is deze comment van Siem. Het gevulde ankertje is misschien wel een leuke naam. Die vond ik heel leuk, het gevulde ankertje. Dan hebben we ook nog deze van Joey. Leuke video en een super mooi restaurantje. Ik weet een leuke naam, het gezonken anker. Vond ik ook een hele leuke. En dan als laatste... Milan, de zware dobber is misschien wel een leuke naam voor het restaurant, want het anker is zwaar. Die heeft dan niet anker in de naam, maar de zware dobber vond ik wel een hele leuke, omdat een zware dobber is natuurlijk gewoon basically een anker. Dus laten we deze heel even opschrijven. Dan heb je café het gevulde ankertje, zo. Of café het gezonken anker, zo. Dus hebben we café het gezonken anker, café het gevulde ankertje of café de zware dobber. En dan is het nu, jongens, aan jullie om in de reacties de winnaar bekend te maken. Ik wil gewoon, ik ga proberen alle reacties een beetje op te tellen dan bij elkaar welke de meeste stemmen krijgt. We hebben café het gevulde ankertje, café het gezonken anker en café de zware dobber. Laat nu maar in de reactie weten welke van deze 3 jullie nou echt de leukste naam vinden. En dan ben ik heel benieuwd welke van deze 3 de winnaar gaat zijn. In de volgende video ga ik dan natuurlijk gewoon bekendmaken of het 1 van deze 3 namen wordt. En dan komen op alle 3 de bordjes, of althans vooral op deze hier, komt dan waarschijnlijk aan alle kanten de echte naam met glow ink text erop en een kleurtje. Waarschijnlijk komt er dan natuurlijk, net zoals het dak, een magenta of paars dye kleurtje overheen. Waardoor je echt goed kan zien dat dit het cafeetje is. En dan gaan we hem ook gelijk inrichten. Dat is wel leuk, toch? Maar goed, dan weten jullie nu in ieder geval het dilemma waar ik mee zit met de namen voor het café. Maar het zijn wel hele leuke, 3 hele leuke. Er waren echt heel veel reacties, echt heel veel. Maar deze 3 vond ik zelf gewoon echt leuk. En deze zag ik ook meerdere keren voorbij komen. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Ik denk, er staat hier. Ik was die poppetjes die ik heb geplaatst, was ik helemaal vergeten. Dus ik schrik me helemaal kapot. Ik denk, er staat ineens iemand hier. Wat doe je? Wat doe je hier? Maar gelukkig jongens, het was niks.
Het was helemaal niks. Goed, ik kan deze aflevering markeren als een erg succesvolle aflevering. We hebben niet gebouwd, maar ik tel de nieuwe piraten overal plaatsen wel echt gewoon als een succesvol en een aflevering vol met progressie. Hij wijst ook echt naar zijn klok, alsof hij gewoon echt aan het wachten is. Zo van, yo jongens, de boot vertrekt bijna. Het is bijna 2:30 s'nachts zo te zien. Maar voor nu ga ik deze video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie Content Veen leuk vinden. En vind je Content Veen nou zo leuk? Vergeet dan zeker even niet op die like-knop te klikken. En abonneer even. We moeten gewoon eventjes naar die 400.000 abonnees. Ben je al geabonneerd? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Hierin is het café gemaakt. Hele leuke video. Heb je nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek ik later. Glaasje water telt. Vier vlees bier. Tot de volgende keer.